Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wegtrekkende bewolking en die bewolking heeft ook nog wel wat regen bij zich, vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Verdwijnt vrij snel, dan begint het van het westen uit op te klaren en wordt het op veel plaatsen droog. In de ochtend temperaturen van zo'n 13 graden, in de middag komt daar nog wel wat bij, het wordt uiteindelijk ongeveer 16 graden. Verspreidt nog een enkele bui, ook wat opklaring hier en daar en wolkenvelden die over het land trekken, met een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. In de avond neemt de buiigheid weer toe, vooral in het noordwesten van het land. Daar kan kan onweer voorkomen en komen ook zware windstoten voor. De temperatuur gaat langzaam iets omlaag. Morgen hebben we dan een wisselvallig weerbeeld met wolkenvelden die samenklonteren en buien ook die samenklonteren. Betekent dat het op sommige plaatsen wat langer kan regenen. Tussendoor een klein beetje zon, misschien 13 graden en nog steeds een zuidwestenwind die matig tot vrij krachtig is. Donderdag wordt het in de loop van de dag even wat droger met wat zon 14 graden. Vrijdag neemt de neerslagkans weer wat toe. En in het weekeinde hebben we ook te maken met licht wisselvallig weer, waarbij het noorden de meeste kans heeft op regen, maar waarbij we de temperaturen op zien lopen naar nou ongeveer 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.